Job Brouwers van Classic Job in Dalfsen. Autorestauratie, maar jullie doen nog een heleboel dingen meer. Jullie nemen deel aan Proef Dalfsen. Waarom? Het is natuurlijk een leuk lokaal evenement waar we als lokale ondernemer graag onze deuren openen om het publiek te laten zien wat we eigenlijk doen. Ons vak is natuurlijk niet heel erg Dalfsen georiënteerd, los van de moderne auto's. Maar die oldtimers, ja, dat komt overal vandaan. En dit biedt een goede, mooie, leuke gelegenheid voor de Dalfsenaar om eens even te kijken wat we allemaal precies doen. Een beetje proeven van het verleden ook wel misschien. Ja, dat zeker. Het is veel nostalgie hier. Veel oude auto's, eigenlijk nagenoeg alleen maar. En dat is de hoofdzaak van dit bedrijf. Het restaureren, repareren en onderhouden van de klassieke auto's. Achter jou staat een Vacel. Dat is een Frans automerk. Heeft niet zo heel lang bestaan. Hè? Van 1954 tot 1964. Toen ging de fabriek failliet. 3000 exemplaren zijn er gemaakt. Jullie hebben er hier 10 staan. Altijd ongeveer 10. Zowel de grote als de kleine. Maar ja, procentueel gezien is de concentratie van Vacels in Dalfsen misschien wel een van de grootste. Ja. Ja. Hoe komen jullie aan zoveel auto's van dit unieke merk? Ja, we zijn een samenwerking gestart met Amicale Vacel Holland enige jaren geleden. En dat heeft eigenlijk voortgevloeid in overname van de bedrijfsactiviteiten van Amicale Vacel Holland. En dat bedrijf is nu feitelijk ook hier geïmplementeerd bij Classic Job in Pandig. Vandaar eigenlijk de wereldwijde toeloop van Vacel klanten en projecten. Ja. Vandaag Proef Dalfsen. Als de mensen hier komen, wat staat hun te wachten? Nou, in ieder geval een kijkje in de keuken van Classic Job. Dus kijken wie we zijn, wat we doen en hoe we het doen. Allemaal leuke auto's om te bekijken. Misschien wel wat herkenbaars uit het verleden. We hebben een simkaartje staan. Dingen, auto's die toch veel gereden zijn in het dorp en omstreken. Dat kan niet anders dat iemand daar iets van zou moeten herkennen. Ja. En die Vacel, nou ja, 10 hebben jullie er staan. Dat is natuurlijk wel heel iets aparts. Hè? Ja, dat is iets een ander kaliber, maar het is desalniettemin heel erg mooi om naar te kijken. Zeg Job, hier staat zo'n voorbeeld van een alledaagse auto, bijna volledig uit het straatbeeld verdwenen, een simkaartje Duitsland. Er zijn er niet zo heel veel meer, hè? Nee, je ziet ze niet meer. Omdat de marktwaarde niet zo hoog is, is de moeite die genomen moet worden of de kosten die gemaakt moeten worden voor een restauratie, die overstijgen vaak de uiteindelijke waarde. Dus het wordt niet heel veel meer klaargemaakt. Ja. En zo'n simkaartje, ik ga je niet vragen hoe die hier terecht is gekomen, want er zit een heel verhaal achter, ook een heel persoonlijk verhaal. Ja. Maar je zei het al, hij wordt gerestaureerd en dat gaat de uiteindelijke waarde gaat het overstijgen. Er zit dus gewoon heel veel emotionele waarde ook achter. Deze kleur, hè? Volgens mij is die origineel. Deze auto is zelfs grotendeels eerste lak. En je zei het al, er zit een beetje een persoonlijk verhaal achter. De auto heeft schade. Om zo'n auto toch niet helemaal uit het straatbeeld te laten verdwijnen. En die klant wat tegemoet te komen, gaan we die auto toch op een goed afgesproken manier klaarmaken. Ja, bij de Wiegelaar in Oud-Leuzen is het behoorlijk druk. U ziet het ook. Het is Proef Dalfsen. Een mooie dag waarin er letterlijk geproefd kan worden van wat Dalfsen allemaal te bieden heeft. En er is een hele mooie verzameling boeken van Verkade en Jacques P. Thijssen. En Jacques P. Thijssen, dat was zeg maar de schrijver en de tekenaar die samen met Verkade die boeken uitgaf om de verkoop een beetje op te sturen van zowel Verkade als van zijn eigen werk natuurlijk. Dit is de boekenverzameling van Ben Prins, althans een heel klein deel ervan, want hij heeft nog veel meer. Hij heeft zelfs plannen om het wat groter te gaan aanpakken. Hij had het zelfs over een winkeltje in Deventer. En ik heb net gehoord dat wethouder Jan Uitslag dat een beetje uit zijn hoofd probeert te praten. En misschien wel gaat kijken of er in Dalfsen wat mogelijk is op dat gebied. Hij noemde in ieder geval Museum Paltehof in Nieuw-Leuzen als eventuele mogelijkheid om daar al die boeken en andere spullen tentoon te stellen. Nou, u ziet het, mooi druk hier in de Wiegelaar. En straks gaan wij nog wat andere punten af. Maar het zal niet lukken om al die 48 punten tijdens Proef Dalfsen aan te doen. Misschien volgend jaar.
En misschien ook niet, maar we zijn er wel bij elk jaar weer.